Ik ben vandaag op deze wat grauwe dag in Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen. We wonen hier zo'n 11.000 mensen. Dat heeft ook een belangrijke centrumfunctie hier in Zeeuws-Vlaanderen. Maar niet alleen voor de Zeeuwen, maar ook voor de Belgen. Men noemt dit dan ook de meest Vlaamse stad van Nederland. Dat komt enerzijds door de Bourgondische levensstijl van de Hulstenaren. Anderzijds door het feit dat je volgens mij een steen kunt gooien dat die over de Belgische grens landt. Zo dicht in de buurt zit, dus ik maar 30 kilometer van Antwerpen vandaan. Bijvoorbeeld. In het verleden was Hulst een belangrijke vestingstad en zelfs ook havenstad. Die haven is inmiddels verzand, al lang geleden. Maar in 1180 kreeg het al stadsrechten. En het is dus een stad met een redelijk voorname geschiedenis. Dus vaak van handen gewisseld ook. De oude vestingwerken zijn dan ook redelijk goed bewaard gebleven hier. De binnenstad is ook gerestaureerd. Je kunt nog over de stadsmuren lopen. Het zijn 3,5 kilometer volgens mij aan ommuring is er hier. Maar moet ik zeggen dat ik in ieder geval hier niet het gevoel echt heb gehad dat ik omringd werd door geschiedenis. Het is ook een beetje een mengelmoesje. En dat die mengelmoes is ook wel echt Vlaams en Nederlands. Enerzijds, als je in de krant kijkt, heb je het gevoel dat je in België bent. Anderzijds herken je toch weer veel Nederlandse elementen ertussen. Maar het is niet zo dat je echt het gevoel hebt dat je, dat je terug in de tijd wandelt de geschiedenis in. Daarvoor is het toch te eclectisch, denk ik. Nou, winkelen, dat kun je hier op kleine schaal doen. Er zijn wel wat ketens en dat soort dingen. Ook vlak buiten de vesting zijn er wat winkels. Maar het is niet heel erg spannend, moet ik zeggen. Desondanks komen er toch mensen uit de regio en uit België hier naartoe. Dus het zal om de een of andere reden de moeite waard zijn. Parkeren kan gratis net buiten de vesting, in het gebied van de Grenzenpoort. Parkeer je in de vesting, dan moet je het grootste deel van de tijd wel betalen. Daarmee stip ik meteen op een kritiekpuntje. Er rijdt best veel verkeer door de oude stad heen. En dat vind ik eigenlijk zonde en vervelend, want je winkelstraten waar je in principe rustig wel kunnen winkelen of lekker kunnen rondkijken. Dan moet je gewoon uitkijken voor het verkeer, want dat is er op grote schaal. Horeca is een beetje verspreid over met name twee punten. Het Marktplein, daar zit wat horeca. Daar kun je overigens ook parkeren op dat Marktplein, of in de buurt van het Marktplein. Wat ook weer wat minder is voor het beeld. Dat Marktplein wordt overigens gedomineerd door de mooie Sint-Willibordus basiliek. Die komt uit de 16e eeuw en dat is echt wel een imposant gebouw. En de rest van de horeca, of tenminste een concentratie horeca, zit op een ander pleintje verderop. Dat lijkt mij ook wat meer het uitgaand gebied van Hulst. Eén ding wat je tegenkomt hier in Hulst zijn referenties naar het middeleeuwse dierenepos van een vos Reinaerde. Hulst wordt genoemd in dat epos, dus men beweert hier dat je in de voetstappen van de vos Reinaerde loopt. Daar is een mooi grappig monument vlak buiten de vesting dat daaraan herinnert. Al met al zou ik op basis van mijn eerste indrukken hier zeggen, je hoeft niet van ver te komen om Hulst te gaan bezoeken, want daar is het denk ik net iets te weinig en iets te dun voor. Maar ben je in Zeeuws-Vlaanderen, dan durf ik wel te zeggen dat dit wel de leukste plaats is in Zeeuws-Vlaanderen en dat je gewoon wel de moeite moet nemen om hier te komen kijken. Maar dan raad ik je ook aan om de grens over te gaan en Gentbrug te bezoeken, want dat is toch nog wel een stukje indrukwekkender en historischer dan dit. Geniet u van deze video's? Heeft u wat aan? Wilt u mij gewoon steunen, helpen, een plezier doen? Alsjeblieft, abonneer op onze video's. Je kunt zelfs volgen uitzetten als je wil. Als wij maar gewoon u als abonnee mogen ontvangen. Alvast bedankt.